alternatief. Wordt het vanaf nu een vast evenement? Vorige Almkerk, nu Wijk en Haalburg. En ik kreeg al vragen van wanneer is in Hank en wanneer is in Sleeuwijk. We vinden het allemaal heel belangrijk dat mensen in beweging blijven. Als je jong bent, maar ook als je wat ouder wordt, is het belangrijk om je hoofd in beweging te houden, maar ook je lijf. En daar gaan ze. En het is Peter van der Ven. En dat schiet gelijk naar voren. Onze burgemeester, Rolte Joske en Paula op de gevaarlijke schoenen. Burgemeester Marcel Gensel als eerste hier oversteken. Of ik hem nou een verpletterende nederlaag ga toebrengen. Of dat ik denk van nou, laat ik maar rustig aan doen. Dus ik sta er nog over te denken. Ja, wie kan het winnen van Peter van der Ven? Ik niet, denk ik. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij de winnaar wordt. Maar ik ga wel mijn best doen om toch nog een kansje te krijgen dat het niet wordt. Hoeveel deelnemers zijn er dit jaar? Wel eens wat minder dan vorig jaar. Vorig jaar zaten we op 52. Maar van de andere kant, ik heb al zoiets van mensen die deelnemen. Dat is gewoon geweldig natuurlijk. En gelijktijdig gaan ze. Op zijn achterwiel maakt hij de bocht. Hoe gaat de wedstrijd er nu uitzien? Nou, het is een plan B inderdaad. Van de week de voorspellingen die waren in één keer zo dat we zoiets hadden van ja, woensdag wordt het toch heel slecht. 80 tot 100% regenkans. En toen hebben we gezegd van ja, dat risico kunnen we niet nemen. Een parcours waarbij je zegt van ja, uitkijken. Maar het is in ieder geval een manier om de late race door te laten gaan. En daar gaat het om. Dus we hebben gewoon 4 groepen gemaakt en de winnaars van die groepen die gaan in de finale tegen elkaar. En daaruit komt dan de beste dame of heer naar voren die de beker mee in huis mag nemen van de regionale rollator race Altena. Elegant. Oh, de safety car moet sneller, de safety car moet sneller. Bewegen is heel belangrijk, bewegen is belangrijk voor iedereen. En het lijkt zo als mensen wat ouder gaan worden en ze gaan wat moeilijker lopen, zeg maar, de mobiliteit loopt terug. Dat mensen het idee hebben van, ik doe maar voorzichtig aan, ik doe maar rustig aan. 95 jaar! Onpraktisch, onze trottoirs en dergelijke die zijn niet altijd goed ingericht voor het lopen met de rollator. Dus mensen blijven meer thuis, bewegen minder. En dat heeft ook tot gevolg dat ze minder contacten hebben. Dus we hebben gezegd, we gaan gewoon proberen om mensen naar buiten te krijgen en het lopen met de rollator is niet vreemd, is niet erg en je kunt er zelfs sport van maken. En dat doen wij. Wat doet de gemeente aan het rollator vriendelijk maken van de trottoir? Er zijn natuurlijk aanpassingen. Er zijn bij heel veel trottoirs in de bochten zijn afritjes. En dan zou ik zeggen, nou als gemeente, loop eens met de rollator en probeer eens dat afritje af te gaan. Dan kom je in een gootje terecht. Dus. Kom zo nog terug. Mevrouw Rozenbrand die brengt van die schoen. Misschien is het een hele mooie gelegenheid als we willen stimuleren dat mensen naar buiten komen. Ook te stimuleren van, hey, dan moeten we ook kijken hoe de wegstructuur is. En dat geldt ook voor mensen die gebruik maken van de weg. Automobilisten die parkeren vlak voor zo'n afritje. Fietsers die op de trottoir staan en dergelijke. Dus. En dat is mijn wensbergie.